volk van Suriname, mede namens mijn echtgenoot en gezin, mede namens de regering, mede namens onze coalitiepartners, feliciteer ik het volk van Suriname met deze enorme bekendmaking van het oliefonds binnen onze wateren. We gaan samen de toekomst moeten uitstippelen. We gaan met elkaar in nationaal belang, dit is een nationale zaak, gaan wij de way forward moeten uitstippelen. Ik wil me beperken tot feliciteren. Er is heel veel al nu via internationaal nieuws. Een speciale felicitatie aan natuurlijk Staatsolie. Ze pendelen al jaren en we hopen al jaren, en eigenlijk is het zover. Ubreti, Mibreti, Alaspa Breti, we moeten het hoofd koel houden en laten we alle negativiteiten weghalen en kijken hoe we Suriname met deze enorme fonds van de voorzienigheid, hoe wij het pad verder kunnen uitstippelen voor onze kinderen en kindskinderen. Nogmaals, volk van Suriname, gefeliciteerd. Ik geef nu het woord aan de directeur van Staatsolie. Hartelijk bedankt, president. Ook ik natuurlijk. Het is een prachtig moment voor Staatsolie. Het is een moment waar we als Staatsolie heel lang naar hebben toegeleefd. Waar we in principe al 5 jaar voor werken. Dat we onszelf ready maken voor zo'n grote oliefonds. Ik ben herhaaldelijk in de pers geweest en herhaaldelijk heb ik gezegd, ik weet niet wanneer, ik weet alleen dat het gaat komen. En wij weten het al een tijdje, dus dat er mooie olie gevonden is. In de dingen, we wisten niet of het inderdaad een discovery was. Ze hebben het vandaag announced. Dat is natuurlijk prachtig nieuws. Ik heb er niet heel veel aan toe te voegen, want in het persbericht staat in principe alles. Het enige wat ik zeg is, ze zijn nu bezig in Sapakara. Dat is 16 kilometer verder als waar ze vandaag hebben geboord. Laten we kijken of we net als Guyana ook discovery after discovery krijgen. Het is natuurlijk prachtig, zoiets. En ik denk dat na vandaag Suriname nooit meer hetzelfde zal zijn. Maar laten we wel niet... En het is vooral voor mijn kinderen en mijn kinderskinderen dat ik blij ben. En we moeten ervoor zorgen dat natuurlijk de welvaart terechtkomt voor de lange toekomst. Dat is in principe wat ik wil zeggen. Okay. Dank u wel. We zijn allemaal natuurlijk in feeststemming. Ik vind het alleen maar jammer dat ze water hebben gezet in plaats van champagne. Maar dat is heel, heel erg duidelijk dat we niet gek gaan doen omdat de voorzienigheid ons dit historisch moment gegeven heeft. Nogmaals, laten we de handen in elkaar slaan. En laten we samen de way forward voor onze kinderen en kindskinderen gezamenlijk plannen. Met versterking allemaal. Lobby. Ja.